Hier bij de Kaart van Nederland wordt het steeds lichter. En hoewel het eigenlijk best koud is, wordt het ook steeds warmer. Het is ongelooflijk, de mensen die hier allemaal staan met zo'n kaars. Iedere kaars representeert een mooi verhaal, maar vooral een heel mooi mens. En jij staat hier ook met een kaarsje. Voor wie steek jij een kaarsje op? Voor mijn opa en oma, ja. En wat is het verhaal? Wat is er gebeurd? Mijn opa en oma zijn in 2017 overleden. Op vrijdag 3 februari is mijn oma overleden naar de ziekte van Alzheimer. En wat het mooie was, is dat mijn opa de laatste groet aan haar gaf met een kruisje en daarna de groet. Hij keert zich om en we zien eigenlijk in zijn ogen dat hij het eigenlijk ook opgeeft. En op dinsdag is hij eigenlijk overleden. Gewoon een paar dagen daarna? Ja. En hoe lang waren zij samen? Het zijn uw ouders, hè? Ja, zijn mijn ouders. Bijna 65 jaar. Ja, heel lang. En zij waren heel close, dat blijkt wel. Kunt u eens een voorbeeld geven hoeveel zij van elkaar hielden? Nou, vooral de laatste tijd. Mijn moeder die was dementerend. En toen zei mijn vader van, ja, jij hebt altijd voor mij gezorgd, maar nu zorg ik voor jou. En dat was toch wel heel aandoenlijk. Ja. En zijn ze een paar dagen na elkaar gestorven? Zijn ze wel tegelijkertijd begraven of gecremeerd? Ja, wat het bijzonder is, er is één auto in heel Nederland waar ze met z'n tweeën in konden liggen. Dus samen tegelijkertijd. En ze zijn ook samen tegelijkertijd gecremeerd. En wat betekent dat? Geeft dat jou troost op een of andere manier? Ja, heel erg veel. Kun je dat eens uitleggen? Ja, ik ben heel erg trots dat ze samen daar nu naar ons kijken. En trots op ons kunnen zijn. Ja. Wat mooi zeg. Prachtig. Ik zie jullie hier ook staan. Voor wie steken jullie een kaarsje op? Voor mijn zoontje Renzo. Die is overleden door een auto-ongeluk. Oh, wat vreselijk. Hoe oud is die geworden? Hij is 8 jaar oud geworden. 8 jaar? Als vader, dat lijkt me verschrikkelijk. Hoe kreeg je dat te horen toen? Ja, door de politie kregen we het te horen. En verschrikkelijk nieuws. Hoe kan je daar op een of andere manier weer een klein beetje bovenop komen? Nou ja, goed. Ik heb zijn organen laten doneren. En dus eigenlijk niemand weet je van waar het heen gaat. Althans, je krijgt alleen te horen dat het goed gaat met de mensen. Maar zijn organen van uw zoontje die zijn naar anderen gegaan? En dat biedt troost? Ja, althans. Het is heel toevallig. Je hebt eerst meer kans om de staatsloterij te winnen. Om te horen wie iets gekregen heeft. Maar we zijn er toch achter gekomen wie dus. Die staat hier. Manuele heeft het leven van Renzo gekregen. Wat? Dat is bijzonder. Ja. Je hebt de leven van zijn zoontje gekregen. En jullie kennen elkaar dus nu. Hoe kan dat? Want meestal blijf je anoniem, toch? Klopt. Ja, klopt. Je krijgt alleen te horen man, vrouw, leeftijd. En meer krijg je niet te horen. Hoe ging het dan? Ik zit op naailes bij zijn zus. En 8 weken na de operatie kom ik weer op naailes. En zij zegt tegen mij van, heb jij de lever van een jongen van 8 jaar? En toen dacht ik, hoe kan zij dat nou weten? Ik had het net te horen gekregen in het ziekenhuis. Maar zij had gewoon de link gelegd. En zij dacht, dat kan gewoon niet anders. Nou, dat is te toevallig bijna. En jullie kennen elkaar ook echt? Jullie hebben contact met elkaar nu? Ja, wij zijn vrienden voor het leven, zijn wij nu. Ja, we hebben ze ook samen de Mont Ventoux gelopen. Dat hebben we toen voor Renzo gedaan en we zijn samen aan de top gekomen. Want jij bent eigenlijk je zoon verloren, maar je hebt ook een leven kunnen redden. Zie je dat ook zo? Ja. Ja, aan de ene kant zie ik het verdriet van Klaas. Maar aan de andere kant heb ik weer een nieuw leven gekregen. Een nieuw lever en een nieuw leven. Ja. Wat een ontzettend mooi en bijzonder verhaal. Ik zou zeggen, laten we met z'n allen de kaarsjes bij de andere kaarsen zetten. En heel erg bedankt.